Zes kwekers van kurkumaplanten hebben samen een concept ontwikkeld om deze exotische plant meer onder de aandacht te brengen. De kurkuma is niet alleen geschikt als kamerplant. De wortel ervan wordt toegepast op culinair en medisch gebied. Die combinatie maakt het concept relevant voor drie partijen waarmee de Seedtilt niet vaak samenwerkt. We hebben drie partijen eigenlijk, of eigenlijk vier partijen die samenwerken. Dat is de stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. Dat subsidieert het kankeronderzoek van het AMC in Amsterdam. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Michael Heger. Dat is een onderzoek wat curcumine doet, kan doen tegen kanker. Daarbij werken eigenlijk zes kwekers samen. De zes kwekers van kurkuma's in Nederland. Een andere partner is Verstegen Spices & Sauces in Rotterdam. Wat heel specifiek is aan curcumine, is het grijpt in op meerdere aspecten van de kanker. Eigenlijk alle aspecten die heel karakteristiek zijn voor kanker, zorgt het voor een preventieve werking. Als de consument kiest voor het concept Roots for Moods, dan vindt hij een duidelijk tag aan de plant. Een soort boekje waarin eigenlijk alle toepassingen staan, de achtergronden van de plant. Maar wat zo bijzonder is, is dat het boekje ook wordt meegeleverd met, jawel, een origineel zakje met het kurkuma-kruid. Dat gaat vergezeld met een aantal kookrecepten, zodat de consument zelf kan uitvinden wat voor een heerlijke dingen je allemaal kan maken met dit kruid. Bij zijn aankoop financiert hij direct een gedeelte wat gaat dus naar het onderzoek. En dan moet je denken aan ongeveer een kwartje per plant. Astrid.